Op de verkeersvrije centrale lanen schakelen de werkzaamheden deze week een versnelling hoger. Onder meer op dit Fontainaplein liggen de trottoirs open en is ook de verkeerssituatie tijdelijk aangepast. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor de echte heraanleg van de centrale lanen. In afwachting van de nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning schieten deze werkzaamheden alvast goed op. 33% van de leidingen van gas, elektriciteit, water, die zijn al vervangen. En er is ook super snel internet dat gelegd wordt. We profiteren eigenlijk van de afsluiting van de lanen om onder de grond toch al alle leidingen te leggen die nodig zijn voor een moderne maatschappij. En we zitten eigenlijk goed op schema. We hebben zelf een beetje voorsprong op de werken.